Terug in Nederland. Zoals de Linge zich door de Betuwe slingert, slingert Leendertbron zich door de Betuwse boom. Hoe noemt u dat, die takken eraf halen? Uitkleden. Uitkleden? Uitkleden. Vindt u het niet eigenlijk een beetje sneu werk, zo'n boom omzagen? Deze boom niet, want die is onteind. Het is net als met een mens. Als het helemaal de tijd is, dan moeten we opstappen. Zo is het met een boom ook. Deze bomen zijn niet te redden. Nee. Want dan kun je ook zien dat er langs de stam kijkt, dan komen de paddenstoelen al op te staan. Ik bedoel, kijk hier maar langs de stam. Hoe oud bent u nou? Ik zei 62. Maar mijn vader was 75 jaar toen hij eruit scheen, maar toen moest hij eruit scheen, want toen ging hij dood. Ik bedoel... Toen zat hij ook nog boven in de bomen? Ja, mijn vader wel. Maar die was... Dat was een supermens. Ja? Die was... Die woog 100 kilogram en er was niks als vel en bot. Dus dan kunnen we nagaan dat het een heel groot iemand was. Hij was verschrikkelijk sterk. Hij had 35 sneer brood op een dag. Nee, 40. En wat at hij erop? Spek. Heel dik spek. Leendertbron heeft een eenmansbedrijf waarvan hij zelf directeur, personeelschef, enig aandeelhouder en slaaf is. Hij onderhoudt bomen van gemeenten en particulieren. Maar liever dan hij ze rooit, knapt hij ze op. Dit is ook een patiënt van u die u opgeknapt heeft? Ja, dit is een patiënt van mij. Het is geen erg mooie patiënt, maar het is wel een patiënt die... voor de mensen in de omgeving zeer veel waarde. Want het is de oudste boom van heel de Betuwe. Die boom die was bestemd om te rooien, want het gemeentebestuur had hem al aanbesteed aan Kees Verlinde. En dat is een boomroer hier en die moest hem rooien voor 800 gulden. Maar toen kwam er een schoolmeester en die had net zo lang ervoor gestreerd dat de boom behouden bleef. U heeft prachtig werk, hè? Ja, prachtig werk. Het is heel dankbaar werk ook. Want een dokter, als je aan een mens goed doet, en hij verknoeit soms hier een keer, dan moet hij het heel zijn leven horen. Maar als ik wat verknoeid bij wijze van spreken, ik hoop even gespaard te blijven. Maar dan is het nog niet zo ramp, want die boom die roept me niet na. Maar ik vind het wel zonde als er wat broederlijkheid aan is. Ik heb ook heel veel bomen klaargemaakt, maar er zijn ook maar heel enkele zijn er van dood gegaan. Wat is uw beroep? Boomchirurg noemen ze dat. Maar ja, in het woordenboek van Verdalen staat chirurg, dat is handenarbeid. Dus het heeft eigenlijk nog niet zoveel om het lijf. Maar iemand die werkelijk liefde voor de bomen heeft en die een beetje gezicht erop heeft, die kunnen het allemaal. Als er iemand in de tuin een boom heeft en er staat een dode tak in en hij zaagt hem netjes glad af, dan is hij ook boomchirurg, want dan heeft hij ook zijn best erop gedaan. En dan is de boom zeer dankbaar. Maar het woord boomchirurg, dat is er nog maar kort, hè? Ja, dat is zeer kort. Hoe heette u vroeger dan? Snoeier. Het is een boom die is 80, 90 jaar oud is. Dat is voor een treurwillig is dat oud. Maar hij is op het ogenblik in een geweldige conditie. Want hij groeit als kool, zouden we hier in de Betuwe zeggen. Bent u er nou trots op als u hem terugziet? Jawel, daar ben ik zeker trots op. Ik ben veel trots op een boom die goed groeit, bij wijze van spreken, als op een boom die ik geroord heb. Maar als u hier langs rijdt, kijkt u met genoegen naar die treuren? Ik kijk altijd met genoegen naar een boom. Dan, ik wil dat niet bekennen, maar ik zei in mijn hart heel trots. Ik heb meer, veel meer met de natuur op, bij wijze van spreken, als mijn geld. Want als ik voor mijn geld op had, dan was ik een hele goede doen. Maar omdat ik heel niet zakelijk zei en omdat ik veel meer van de natuur zat, bezit ik een cent. Maar ik zei niet minder gelukkig, want ik ben heel gelukkig iemand.
bijzondere boom, hè? Ja, dat is een plataan. Die, dat is mee de dikste boom, tenminste. Ja, dan zullen we misschien nog wel dikker in Holland zijn, maar ik vind het zo'n kolossale boom omdat hij zo prachtig gezond is. Het is een reus als het tegenop kijkt. Wij hebben hier vroeger veel in het Marwaardse bos als jongens zijn er verkeerd. En dan elk jaar gingen we met de armen naar elkaar en gingen we eromheen. Maar elk jaar was hij een halve arm, was hij langer, de boom. U werkt overal, hè? U werkt ook op buitenplaatsen, geloof ik, hè? Ja. Daar wonen natuurlijk rijke mensen, hè? Ja. Bent u wel eens jaloers op ze? Nee, helemaal niet. En je hoeft niet jaloers op die mensen te zijn ook, want je mag er net zo goed naar kijken en je mag er net zoveel genieten van als die mensen. En als het door zijn bos loopt, dan mag je al het mooie maar eraf kijken, bij wijze van spreken, dat er van te kijken is. En u kost het niks als het doorloopt, maar de mensen die daar het van is, die kost het hopen geld. Ik denk dat ze s'nachts meteen nog wakker van liggen, dat ze het huis niet betalen kunnen, want het is tegenwoordig allemaal heel duur. Ik zei heel erg voor de natuur en dan zeggen ze wel eens tegen me, hoe komt het dat je zo van de natuur zat? En dan zeg ik, ja, mijn vader die was ook precies in de ramp. Mijn vader had dat ook? Ja, mijn vader had dat ook. Dus het zal wel een erfelijke kwestie zijn. In 1916 zijn mijn ouders getrouwd en ik denk dat mijn vader en mijn moeder mijn moeder is middels bij mijn vader eten is wie ze brengen en dat ik onder de boom van weg zei. Anders kan ik er geen uitsluitsel van geven. Daar heeft u het van? Ik denk dat ik het daarvan heb. Maar ja, dan zeker, het zal wel weer kolder zijn, want mijn broers die hebben het zijn precies in de rand. Die zijn ook geweldig voor de natuur, allemaal. Dan ging uw moeder zeker herhaaldelijk eten brengen. Nou, dat wil ik niet. Nee, want daar is geen tijd toe, want mensen hadden het ook hartstikke druk. Het was hard werk, hè? Uw vader deed het ook. Ja. En hij hield ook erg veel van bomen. Ja, hij hield ontzettend veel van bomen. Hij liefkoosde ze, geloof ik. Ja, als, hè? Hij behandelde de vrouw niet zo zacht als de boom. Hij was een en al boom. Later was hij ook boer. Maar als hij 35 centen aan een boom kon verdienen en een gulden aan een koe, dan ging eerst de boom ging voor en dan kwam de koe. Het was vroeger een ontzettend hard leven. Maar toch vond ik dat de mensen leefden veel gelukkiger dan op het ogenblik. Ze moesten hard werken, maar ze hadden dat ook nog weer. Ze hadden ontzaggelijk veel liefde van elkaar, voor elkaar. Ik heb nog nooit, mijn vader en moeder, die deden altijd op elkaar brommen. Maar ik heb nog nooit geen mensen gezien die zo ontzaggelijk veel liefde van elkaar hadden als die mensen. Dat was heel geweldig. Maar waar bleek dat dan uit? Wel, dat ze kwamen altijd voor elkaar op. Ik heb wel eens gedacht in de tijd dat ik met de vrouw van mij liep, ik zeg, dat zal mij niet overkomen, dat brommen. Maar toen ik 3 weken getrouwd was, had ik weer armoede met de vrouw van mij gehad, als dat mijn vader en moeder in het hele leven gehad hadden. Ja. Nee, ik vond fantastische mensen. En hoe harder dan een mens werkt eigenlijk, hoe gelukkiger dat hij is. En als een mens niet werkt, en vooral zo op het ogenblik dat er zoveel werkeloosheid is, of dat ze eigenlijk geen zin in het werk hebben, dat is gewoon een funest voor de mensdom. Want dan beginnen ze allemaal verkeerde dingen te doen. En daar, Joost van Vondel die had het daarover. Hij zegt, als het water stille staat, als de mens ledig gaat, als het ijzer roesten moet, geen van drieën blijft er goed. En zo is het met de mensen die niks doen, bij wijze van spreken. Die gaan dezelfde kant uit. Als het water er stil staat, dan begint te stinken. En het ijzer daar stil ligt, dan gaat het roesten. En de mens die niks doet, die komt ook niks van terecht. Het is maar gelukkig dat ik een goede vrouw heb. Dat ze niet zo nauw kijkt, want het zaagsel ligt meteen op bed. In bed zaagsel. Die man vertelde dat je het zelfs in bed terugvindt, dat zaagsel. Oh, het is afschuwelijk, hè, want... Bent u een precieze vrouw? Bent u echt netjes? Nou, nee hoor, ik ben niet erg precies hoor, want dat kan je niet zijn ook. Want als je precies bent, dan zou je eigenlijk geen leven hebben. Want dan moet die man, voordat hij binnenkomt, zijn klompen uittrekken, zijn laarzen uitslaan. Hè? Zoals op mijn verjaardag, dan gaat hij ook wel werken. En dan heeft hij geen tijd om te kleden. En of er nou visite komt, deftig of niet deftig, mijn man die blijft met zijn muts op en zijn werkkleren wel zitten. Want het zit hem niet in de kleren hoor. He, hij heeft een ontzettend goed hart en nee, ik zie het niet in zijn kleren zitten om de boel op te ruimen, secuur. Nee, dat doe ik niet. Want het is net gezegd, dan heeft hij geen leven.
Want dan moet hij zich aan mij passen van... Oh, pas op, mijn vrouw is zo netjes. Nee, dat vind ik niet goed. En zijn muts heeft hij altijd op, hè? Altijd. Ik zou haast zeggen, hij gaat ermee naar bed toe. En dan staat ermee op. He, maar dan zou het een slaapmuts worden en een werkmuts. Maar als hij is ook ouderling, hè? Hoe gaat hij dan naar de mensen toe? Ja, maar dan kleed ik mijn eigen wel aan. Hij kleedt zijn eigen om. Ja. Hij doet zijn goede pak aan. Ja. Maar zijn muts op. Zijn muts houdt hij op? Zijn muts op. Maar gaat hij zondags naar de kerk toe, dan heeft hij zijn hoed op. Milieubewust, dat is niet dat we gaan demonstreren en met van die grote pamfletten lopen bij wijze van spreken. Maar milieubewust, dat begint eigenlijk van de mens van binnenuit. Hij moet eerst schoon schip maken in zijn binnenste. En dat valt altijd wel niet mee als wij maar proberen om met ons medemens in treinen te komen om het zo goed mogelijk te doen. En dan hoef je niet bij elkaar op de schoot gaan zitten, bij wijze van spreken. Maar je kunt elkaar wel respecteren met het een of het ander. Ik had met de andere buurman had ik vleer 100 keer armoede gehad over die verrotte krielkippen. Want ik heb krielkippen en dat is het broodste spul wat er bestaat, krielkippen. Want ik laat altijd ruzie om. Want die willen nooit bedreigen blijven, maar gaan altijd naar een ander toe. En nou kwam ik mijn najaar terug en ik zeg, Peter, ik hoop dat ik gelukkig najaar krijg. En dat we nog maar weer veel armoede over de kippen krijgen. En hij zegt, ja, als het is net zo, als we het allemaal weer bijleggen, dan is het weer goed. Dus... Dat bedoelt u? Ja, dat bedoel ik. Bij Doorwet hebben ze ook zo geweldig gedemonstreerd. Hè? Dat vond ik buitengewoon. En ik zei zelf ook tegen kerncentrale. Maar hadden dan weggehaald en geluid een ontzettend hoop rotzooi achter, dan knapte er een ander weer mee op. Ik bedoel, je moet proberen milieubewust te worden. En maar zo weinig mogelijk rommel zelf maken. Ik ga nog wel eens naartoe naar het klooster in Megen. Daar zitten 35 of 40 nonnen. En zoals die mensen leven, vind ik gewoon fantastisch. Want dat zijn nog werkelijk milieubewuste mensen. Die leven als christenen en die zijn alles voor de medemens. En dat straalt die mensen van het gezicht af. Ik bedoel, je moet niet denken dat er mensen zijn die met de ziel onder de arm is en met zijn zuur gezicht rondlopen of dat ze in de azijn gedoopt zijn. Dat in de Betuwe veel komt. Nee, ik vind het fantastisch, mensen. Ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik nou en dan als hervormd zijnde naar zoiets nog eens mag gaan kijken. Zou het iets voor u geweest zijn? Nee, vast niet. Waarom niet? Nee, want ik zei een kloosterling. Ik ga er graag naartoe, maar ik had het zo, vooral op het ogenblik, had ik een bos bekijkt. Hè, dan is het nog 10 keer zo mooi als het klooster. Het bos is alles voor u? Het bos is alles. Gelooft u in de hemel? Jawel, daar ben ik er vol van overtuigd. Dat het, hier heb ik het best, maar ik hoop het in het hier normaal nog veel beter te krijgen. Hoopt u dat het een heel groot bos is? Nee, dat kan ik me eigenlijk geen voorstelling van geven. Maar ik geloof wel dat het geweldig iets is.